In dit filmpje laat ik je zien hoe je mosselen kookt. Ik heb een bak van 5 kilo mosselen meegenomen. Het heeft het MSC-keurmerk, dus dat zijn duurzaam gekweekte mosselen. Staat Jumbo op. Dat is niet de winkel waar ik het gekocht heb, maar het is gewoon, dat gaat over het formaat van de mossel. Ik begin altijd met die mossel te wassen. Ik neem een kom water. Doe de mosselen erin. Dan mix je ze een keer door. En dan zie je dat er een aantal boven komen drijven. Nou, die kun je het beste eruit halen. Want je wil niet het risico lopen dat er wat mis mee is. Die halen we netjes uit. De andere mosselen komen niet boven drijven. Dus dat is prima zo. En nu gaan we zo verder met het koken van de mosselen. We gaan Thaise mosselen maken. Daarvoor gebruik ik de Tom Yam pasta. Die zul je misschien wel kennen uit de Thaise keuken als pasta voor de Tom Yam soep. Die gebruik ik nu voor basis voor de saus. Je kunt natuurlijk ook een groene of een rode curry, gele curry gebruiken. Maar die zijn wel heel scherp. En deze is mooi zacht van smaak. Neem ongeveer 1/3 eetlepel. Dan doen we er 2-3 eetlepels kokosmelk bij. Klein beetje Thaise vissaus, ik denk ongeveer 1/2 eetlepel. Meng hem goed door elkaar. En dat is de basis. Dan gaan we zo verder met mosselen. Goed, we gaan Thaise mosselen maken. Ik zag dat ik het net niet goed in beeld had gebracht, maar dit is die pasta die ik ervoor gebruik heb. We doen weer een beetje olie in de pan. Een beetje knoflook. Uien. Doe weer wat wortel bij. Nou, dan het basissausje dat we net gemaakt hebben. De mosselen. Neem een keer goed weer doen voordat we de deksel erop doen. Deksel erop. Nou, en ook omdat dit weer een kleine hoeveelheid is, ik denk ongeveer 400 gram, duurt het ongeveer een minuutje om dat te koken. Dan heb je natuurlijk een grotere bak, dan duurt dat wat langer. Het belangrijkste is, het koken van mosselen, zorg dat ze openstaan. Ik kook ze ook niet te lang, want dan worden ze vrij droog. Neem het nog een keertje goed door. En het is helemaal niet ingewikkeld. Het is juist heel makkelijk. Zo gebeurt. Gezond en erg lekker. Deksel eraf. Nog even wachten. Nog even wachten. Geen pizza maar mosselen. Nou, je kan natuurlijk ook die gele, die rode of de groene curry nemen, die zijn pittig. Vandaar dat ik nu werk met die Tom Yam pasta. Deksel eraf. En dat is het. Je ziet, ze zijn mooi open. Dit is het resultaat dat je wil hebben. Eet smakelijk!